de video binnen 3 seconden. Voor geen ongeluk. 3, 2, 1, 0. Ik hoop dat jullie op tijd zijn geweest, jongens. Vandaag gaan we iets lezen en jullie denken van, dit is mindblowing. Ik had dit nooit verwacht. Ik heb een rode kamer om extra eng te maken. Let's go. Een onbekende stuurt. Hoi. Ruby antwoordt. Wie is dit? De onbekende reageert. Ik ben je grootste angst. Ik ben je dood. Krijgen deze foto doorgestuurd en dit geeft me echt Sims vibes. I hate it. Ruby antwoordt. Wat? Ik ga je blokkeren. Engert. 1 minuut later. Waarom heb ik de mogelijkheid niet om je te blokkeren? Omdat ik je dood ben. Je bent echt een sukkel, idioot. Je weet niet eens wie ik ben. Je moet hier nu echt zo snel mogelijk mee ophouden. Of anders, hè? Of anders wat? Ga je het aan de politie vertellen? Dat het doodje lastig aan het vallen is? Lol, nee, echt niet. Ik ga mijn telefoon meepakken. Naar de politie. Ik ga ervoor zorgen dat ze jou kunnen trekken. Door de berichten die je mij hebt gestuurd. Maar dat kan je helemaal niet doen. Natuurlijk kan ik dat wel. En ze stuurt er een emoji mee van. Ik ben echt aan het lachen. De onbekende stuurt. Ik ben al lang dood. Ik ben een geest of een troll. Gevolgd met mijn berichten kun je mij echt niet vinden. Ik geloof jou niet. Je bent gewoon een grote loser. Eentje die zich verveelt in het leven. Ga verder. Toon mijn berichten. Toon ze aan de politie. Dat is exact wat ik ga doen. 5 minuten later. Ik ben mijn kamer gaan verlaten en ik ging naar beneden. Mijn moeder was de factuur aan het lezen beneden. Ze keek naar mij en vroeg, wat is er aan de hand? Ik zeg tegen haar dat er iemand mij aan het dreigen is. Iemand die zegt die me af gaat maken. Ik heb haar gezegd dat we jou moeten rapporteren aan de politie. Ze vroeg mij wie het mij aan het bedreigen was. Ik zei dat het een onbekende was. Die me blijft en blijft sturen. Ik heb haar de berichten laten zien. Maar ze zag geen berichten staan. Ze zei dat er geen berichten waren. Ik insisteerde en vertelde haar dat er daadwerkelijk berichten stonden. Ik had een discussie met haar. En ik stormde naar boven. Ik heb mezelf in de kamer opgesloten. Ik ben de enige waarvan het lijkt dat ik het kan zien. Jouw berichten. Nu blijft ze kloppen aan mijn deur. Zoals je kunt zien, zie je de deur en de moeder is daar aan het kloppen om naar binnen te kunnen komen. Ze wil met me praten. Lol. Je zit in diepe problemen. Het is jouw fout. Het is echt niet mijn fout. Want het is allemaal in je hoofd. Jij hebt een conversatie. Met jouw dood. Laat me alleen. Echt niet. Je hebt me al genoeg in problemen gebracht. Ik moet je echt laten herinneren. Het is echt jouw fout. Oké, dan ben ik maar gek. Ga uit mijn hoofd. Nu. Ik ga mijn hoofd tegen de muur slaan. Om je weg te krijgen. Ik ga hier altijd zijn. 8 minuten later. Oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Mijn voorhoofd is zelf aan het bloeden. Oh, het ziet er echt niet best uit. Ah, arme. Ik hoop maar dat je nu weg bent. Net zoals mijn moeder nu weg is. 1 uur later. Hi. Wie is dit? Het is je dood. Nee. Ik was al aan het slapen. Wat moet ik doen om dit te laten stoppen? Jou stoppen. Helemaal niks. Ik ga echt nooit stoppen. En ik zal je nooit verlaten. Ah, laat me gaan. Ik kan niet eens meer normaal functioneren en denken. Nadat ik mijn eigen hoofd heb pijn gedaan dankzij jou. Je dood zal hier altijd blijven. Dat is waarom je niet onsterfelijk bent. Iedereen heeft zijn dood. En je bent net als iedereen. Ik weet wat je probeert te doen. Je denkt dat ik ga stoppen als je niet meer antwoordt, hè? 5 minuten later. Ik merk dat je stil bent geworden. En dan hoorde ik een crash buiten. Mijn moeder werd er wakker van. En zelfs de buren. Ik ging zo snel mogelijk naar beneden. Je moeder was daar al. Ze kwam eerst. Want ik werd vertraagd door de duizeligheid van mijn hoofdwonden. Haar ogen waren wijd open. En ze was aan het staren naar de breuk in het voorraam. De buren zijn hun huis verlaten. En ze zijn naar hier gekomen. Ze zeiden dat ze een raar meisje zagen. Die langs het huis kwam. Ze zeiden dat ze een tennisbal had gegooid. In het raam. Mijn mama vond de bal. In onze poenbak. Aha, de tennisbal. Interesting. Ze vertelde mij dat ik terug naar mijn kamer moest. Dus ik ben nu terug in mijn kamer. Maar ik heb een vraag. Was jij dit? Ja. Dus het klopt dat ik helemaal niet gek ben. Het is niet waar. Dat je gewoon in mijn hoofd zit. Hoe kan het dat mijn moeder en mijn buren jou hebben gezien? Het kan niet kloppen dat we allemaal gek zijn. Er was helemaal niks gek met je hoofd. Wanneer ik je begon te sturen, had je altijd het beste brein die ik kende. Maar dat is veranderd. Toen dat je je hoofd bezeerde en toen je ging slapen zonder de wond eerst te genezen. Ik ben Mary. Ik zit in je klas voor technologie.
Ik haat je intelligentie. Dus ik heb het verwoest. Nee, Mary! Ik ga je hier zo erg voor krijgen. Dat kan je niet. Behalve als je in problemen wil komen, hè? Je bent officieel gek verklaard nu. Je hebt je eigen hoofd verwoest. Wat wil je nog meer? Je personaliteit zal zo erg veranderen. Het zal moeilijk zijn rond mensen. Het zal heel moeilijk zijn om te studeren. Maar ik heb berichten als bewijs. Ik kan ze verwijderen. Ik heb ze al verwijderd. Toen jij aan het discussiëren was met je moeder. Oh, ik zie allemaal sterretjes rond mijn hoofd. Ik voel me niet lekker. Je gekkigheid is begonnen. Ruby heeft de volgende dag Mary aangevallen op school. Ze werd meegenomen en ze is meegesleurd naar een soort van gekkenhuis. En Mary werd natuurlijk de beste student van de klas. En niemand wist dat Mary een psychologische hacker was die dit heeft aangedaan bij Ruby. Oké, ik vond dit een heel erg leuk verhaal omdat het spannend was. Het was niet direct van er komt iemand in je huis, maar het was spannend. Het was nadenken wie kan het zijn en uiteindelijk iemand zien. Je helemaal gek maakt. Abonneer hieronder en het woord van vandaag is hacker. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat mij weten wat ik vaker moet doen in de comments. En ik stuur je graag terug bij de volgende video. Adios.